allemaal. Welkom bij een nieuwe vlog. Fris en fruitig gedoucht. Je hebt de tafel al gedekt. Ja, perfect. Even ontbijten. Ik heb octopussie nodig. Och, de... Want ik ga de handdoek lekker in de zon hangen. Octopussie, de mensen zullen wel denken. Ja, wij hebben een octopussie in de camping. Kom, af en toe een schunnig woordgrapje, dat moet kunnen, jongens. Ik durf te wedden dat jullie dat leuk vinden. Je hoeft er niet helemaal. Kom maar, dat doe ik buiten wel. Oh. Kijk, daar is die. En die is nat. Fijne douches. Ja? Ja, goed, wel zo. Een beetje fris, maar als je dan op het knopje duwt. Oh, heet water. Lekker. Je moet natuurlijk wel alle raampjes dicht doen als we gaan, hè? Ja, jongens, we gaan op pad. Oh, jongens, in het zonnetje. Wat gaan we doen? We gaan nu op de fiets richting de bushalte. En dan gaan we met de bus, met openbaar vervoer, gaan we naar Utrecht. Waarom niet met de fiets, zou je denken? Want het is maar 15 kilometer. Morgen gaan we ook een grote ronde fietsen. En we vinden het ook leuk gewoon om dat openbaar vervoer eens te gebruiken. Want dat doen we bij ons dus bijna helemaal niet. Alleen als we met de camper reizen, dan gebruiken we dat. Dus we hebben de OV-chipkaartjes bij. Die hebben we dus dit keer niet vergeten. Ik ben aan het vertellen, Joy, dat we met de bus naar Utrecht gaan. Ja. Ha? We nemen onze nieuwe tas mee. Kijk nou, jongens. Superleuk. Dus Marga, toppertje. Dankjewel, hij wordt gebruikt. Ook de pussy hangt vol met was. Of was? Handdoekjes. En dan gaan we de fietsen halen en dan gaan we op pad. Ja. Lukt die? Ja. Top. Van de feestelijkheden in het dorp, maar wat er is weet ik nog niet. Maar dat was er gisteren nog niet. Nee, dat hebben ze gisteren al. Jij zei toch, er stopt hier een hoogwerkertje. Een hoogwerkertje met jeugd erin. Ja. Ik denk dat die dat allemaal hebben opgehangen. Dus vanaf camperplaats aan het dorp is alles mooi versierd. Hangen de vlaggen uit. Wat zou dat te doen zijn? Nou, wij zijn hier, daarom gebeurt dat. Nee. Hebben ze voor ons de vlag uitgehangen? Dat zou ik niet weten. Misschien zien we dadelijk wel wat de aanleiding is. Lieke wel Bronk, maar dan anders. Ja. De kijkers denken nu Bronk, wat is dat? Ja, dat verklappen we nog niet, dat vertellen we een andere keer. Nou, zo zit je in de bus en zo loop je op Utrecht Centraal. Ja. Grappig, hè? We hadden weer geluk. Heerlijk. Ja, alweer de pinnen of die chip dingen bleef hangen. Ja, dus dat was ideaal. Mochten we weer gratis mee. Ja, maar we gaan nu richting centrum. En, route uitgestippeld? Ja. Wat heb je gedaan? Ja, ik ben nu even aan het kijken of ik verder nog iets zie. Heel deze ja, gaan we lopen. Route.nl. Er staan heel veel leuke wandelroutes op. Ik weet niet of het te zien is met de schittering van de zon, hoor. Oh, daar. Ja, een klein beetje. Perfect. Dus we gaan eigenlijk alle highlights van Utrecht bekijken, toch? Ja, op ontdekkingstocht door Utrecht. We lopen nu een heel stuk langs de oude gracht. Dan zie je hele mooie panden. Museumkwartier en een museum, wat is het achter ons? De Sint-Martinusschool. Maar je kunt hier het trapje naar beneden om echt langs de gracht te lopen. Ja. Nou, ga jij maar voor. Ik volg. Ben voorzichtig. Hè? Nou jongens, ik heb nieuwe schoenen aan, dus dat komt helemaal goed. Of nieuwe schoenen, ja, nieuwe schoenen. Wandelschoenen. Leuk allemaal die bloemetjes. Je merkt dat de lente uit zijn bol wil springen, hè? Ja, klopt. Kijk, de kerkje, dat is dus. Ja. Ik denk de Sint-Martinuskerk, denk ik dan. Dat zou kunnen. Lekker. Heerlijk. Ik heb wat anders dan fietsen. Ja. Een grote ronde door Utrecht. Wandelen is ook leuk. Dan zie je net weer even andere dingen dan dat je op de fiets zit. Wat slow living, hè? Ja, klopt. Kijk die bloesem. Het is wit met roze. Ja, mooi hè? Maar dit is ook mooi. Kijk. Deze bindt de kat de bel om. Wat grappig. Ja. En hier druppelt iets. Maar er zitten meerdere onder elke lantaarnpaal zit zo'n beeldje volgens mij. Oh nee, daar is gewoon een leeuwtje. Dat is een leeuw.
Wel leuk allemaal die grachtenpandjes, hè? Ja, mooi. Wij denken leuk naar Utrecht, hè? Even wat anders. Wat zie je dan iets uit Maastricht? Kijk, we draaien even om. Want hier achter mij ligt het Maastrichts bierhuis. Het zal natuurlijk niks met Maastricht te maken hebben, denk ik, hè? De poort. Daar staat ook nog een ontmoeting. Jij kijkt mij aan, ik kijk jou aan. We zien elkaar, iets dichterbij komt het hart. Oh, gevoelens dansen als muziek. Strijkstok, nog dirigent aanwezig. Ja, jouw die ogen spreken een eigen taal. Je gezicht weerspiegelt een boodschap. Dit is een ontmoeting tussen jou en mij. Ik mag er zijn door mij. Of jij mag er zijn door mij. Ach, gelukkig. Ik mag er zijn door jou. Fijn. Dit lied hoor ik morgen en overmorgen. Adili. Adili. Ja. Als je niet beter wist, zeg ik Maastrichts bierhuis met een gedicht van Rieu erbij. Ja. Niet? Ja, het zou zo kunnen. Kom, we gaan het trapje omhoog. Ik doe wel even het hekje dicht. Zo, hier hangt de kerstverlichting nog in een boompje. Leuk, hè? Heel mooi. Oh, kijk. Die is al uitgekomen. Heb je dat gezien, Cindy, daarboven op dat gebouw? Ja, een mannetje met een naakte man met een flinke bal op zijn kogel. Mooie gevel, hè, met dat beeld daarin. Ja, heel mooi. En steken we hier zo door naar de dom? Ja, de dom ligt hier tussen. Hè. Hij staat helemaal in de steigers. Komen we voor de dom? Staat hij in de steigers? Ja, nee. Nee, we komen niet alleen voor de dom. Kom, ik neem je mee hier naar binnen. Ja, ik kom mee. Ik neem mee. Want je hebt hier een hele mooie binnentuin. En dat wist jij al, hè? Ja, want je bent hier al een keer met het werk geweest. Ja, op werkbezoek. Mooi, hè? Dat verwacht je niet als je dan zo'n kerk binnengaat, dat je daar zo'n binnentuintje hebt. Nee, inderdaad. Moet je al die details bovenin zien? We zitten weer in de kerk. Ja, in de kerk. Moet je zien hoe mocht hij is. Ja. Waar staan we?
bij de ANWB. Eventjes snuffelen. Ja, want we gaan onze nieuwe buitenlandtrip voorbereiden. Ja. En er hoort natuurlijk wel een boekje bij. Leuk, hè? We laten jullie straks zien. Herken je ze nog? Hier de guldens. Ja. Die onderste twee briefjes, daar had ik het meeste van. Zou ik het meeste van willen hebben toen? Ik wou wel zeggen. Vintage Island. Heb je hier veel van die vintage winkels? Ja. Ik vind het ook echt wel een mooie stad. Ja. Klopt. Ik zie al bootclubs staan. Oh ja. Aan de andere kant van de brug. Wil je met de boot mee dan? Ja, een rondvaartje in Utrecht lijkt me wel leuk. Krijg je ook wat meer informatie over Utrecht. Lekker burgerlijk. Ja, leuk toch? Ja, op zoek naar de kaartverkoper. Wil je zwemmen? Nee. Ik ga fietsen. Hier, gaan we met je vrienden. Het is wel dik hè? Een dikke eend hè? Die heeft mijn kilo's. Die heeft mijn kilo's overgenomen. Nee. Aan de andere kant van de brug is de kaart verkoopt. Hebben we hem gespot? We hebben hem. Kijk. Die kun je namelijk loshalen. Die kun je makkelijk schoonmaken. Ik denk dat dit beter is dan die wat we hebben in de camper. Ja, dat weet ik wel zeker. Perfect. Dat is dezelfde toch? Ja, zeker is dat dezelfde. Nu nog een, wat hebben we nog nodig? Een waterkoker. Nee, een fluitje. Ja, dat is ook voor water te koken, is hetzelfde. En Cindy, wat heb je daar? We hebben nieuwe flesjes. We kregen zo vaak de vraag, ja, waar, hoe heet het adres of waar kunnen we jullie volgen? Heel makkelijk nu met de QR-code. Gewoon simpel. De boottocht ging niet door? Nee, de boottocht was vol. Dus we konden niet met z'n de boot in. Dat is ook niet erg. Gewoon een keer beter. Ja. We hadden ook niet gereserveerd. Maar heel leuke stad, hè? Heel erg leuk. En dan ook nog met het weer, jongens. Kijk, en dan lopen we hier richting Hoog-Catharijnen. We gaan natuurlijk nog even winkelen. Wat? Aan het kanaal. Maar kijk eens daar achter je. Ja, dat wilde ik ze eigenlijk ook laten zien. Kijk, een mega grote theepot. Super grappig, hè? Echt leuk. Ja, maar super grappig. Op de parkeergarage staat dan zo'n theepotje. Ja, echt leuk. Dat is een motief wat oma vroeger op de servies had. En we hebben dus in Utrecht gezocht naar een fluitketel. Niet kunnen vinden. Ja, wel kunnen vinden, maar niet wat wij willen. We willen met een hengsel wat je kunt omklappen. Ja, we waren bij de Kathmandu, maar daar waren ze dus net te klein. Dat was maar heel weinig wat daarin kon. Daar kun je nog niet eens één kopje voor. Ja, misschien net één kopje was ja, dat. Ja, we willen minimaal een halve liter. Ja. Gebruiken jullie een fluitketel in de camper? Toch? Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Want we willen onze volgende reis gaan we waarschijnlijk meer vrij kamperen, want die gaat naar buitenland. Dus we willen dat wel nog scoren voordat we gaan. Maar we hebben alleen een waterkoker, maar die willen we dan eigenlijk niet gebruiken. Want als je vrij staat, moet je ook een beetje back to basic. Heb je dus een fluitketel voor op het gas? Geef ons een tip waar je een goede kunt halen. Ongeveer een halve liter tot een liter maximaal, toch? Ja, klopt. Want ja. Maar wel het hengsel wat dan naar de zijkant kan, want anders kunnen we hem niet goed in een kastje stoppen. Nee. Oberlink hadden we gekeken en de Wittenschijner hadden we ook gekeken. Maar niks naar ons zin. Niets naar ons zin. Nou ja, misschien krijgen we een tip voor jullie. Ja, wie weet. Nou, kom maar, shop. Kom. Nou, weer terug bij de fietsen. Zo zit je in de bus en zo sta je weer bij de fietsen. Oh, wat een ritje. De buschauffeur had haast. God, schei uit. Gelukkig hadden we niet nog veel gedronken van tevoren, want dan was je helemaal misselijk geweest. Ik hoop wel trouwens, sorry, dat wij nog iemand hier in de buurt gaan zien. Hè? Want ik wil weten waarom hier overal die vlaggetjes ophangen. Ja, jammer dat die kinderen weg zijn, want hier net speelden, anders hadden we kunnen vragen. Ja, die zijn gevlucht. Die zijn hier zo dat tunneltje ingevlucht.
ik ging werd goed. Ze hadden loog in de week. Kijk nou hoe vrolijk met al die vlaggetjes. Ja, ik denk wel dat het voor volgende week is, want dan is hier pre-party voor Koningsdag, zag ik op een bord ja, staan. Ik hoop dat ik nog iemand zie dat we het kunnen vragen. Misschien wel bij de camperplek, als straks eigenaresse langs. Ja, dat doen we. Oeh, het wordt donker. Nou, zo kom je terug bij de camper. Valt er meteen niet op. Zoek de verschillen. Het boompje. Ja, het is een ander boompje. Staat een nieuw boompje. Dus ik heb plant denk ik vandaag. Ja, ik denk het ook. Zonde, want ik vond die ronde boompjes juist heel leuk. Ja, maar dit is ook wel leuk, ja. En het staat helemaal vol. Het staat helemaal vol. Hartstikke druk. Het is nu pas weekend eigenlijk. Ja. We hadden vervroegd weekend. Wij komen altijd voor het weekend. Haha. Nou. Hij zit nog. Ja, hij is al wel moe. Zeg, schoenen uit, hè? Ja, maar ik ga de deur nog even vastzetten. Ja. Kijk jongens, ik heb nieuwe wandelschoenen. Want jullie zagen ons toen straks bij de AWB lopen. Dat was niet voor niets. We verklappen het misschien later. Heb je al gedaan toen je bij de AWB liep? Nee, ik heb nog niet verteld. Voor voorbereiding? Voor voorbereiding, maar ik heb nog niet verteld. Nee, nog niet wat we hebben gehaald. Voor welke voorbereidingen? Dus, ik heb een tijdje terug de schoenen laten aanmeten en het zijn Mindels geworden. Nou, heerlijk. Het zijn slofjes. Wat ben je aan het doen? Oh, de deur. Oh, het ruikt heerlijk. Je ruikt nu echt de Parmezaanse kaas er ineens doorheen komen. Nou, een klein beetje van dat, hoe heet die precies? Parmezaanse kaas. Ja, kijk. Zanelli Parmigiano Reggiano. Dus Parmezaanse kaas. Dan nog, zoals wij altijd doen, een klein beetje zout en peper erover op het bord. En dan proeven we eerst. En als het dan nodig is, wat doen we er nog wat bij? Doen we er nog wat bij. Joy, wat heb je dat heerlijk gemaakt. Het ruikt zo lekker. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Eet smakelijk. Waar staan we nu? Duticles. We gaan afwassen, maar dat laten we even versneld zien. Ja, hè? Moet ook gebeuren. Oh, wat ben je aan het doen? Oh, je mag het ding aan het gooien. Wat is het, Cindy? Geen rimpels. Ouderdom. Maar ja, we gaan ook richting de... Ah, het is weer klaar. Het is klaar. Op naar de camper. Pak jij de ketel? Ja, en de spons en de dingen. Goed. Heb je alles? Ja. Altijd even het is al donker. Ja, het gaat snel als je bezig bent. Het gaat zo snel. Maar dan kunnen we wel de camperplek even bij avond laten zien. Hè? Ja. By night. By night. En het is... Met de lampjes, maar die zijn nog net gedaan. Jawel, ze zijn wel aan. Kijk. Oh ja, de leuke, de zitruimte. En het staat helemaal vol. Kijk nou, wij hebben die lampjes voor onze camper staan, zie je dat? Ja, leuk. Er is hier nog één plekje vrij. En wij hebben toen straks nog even lekker gekletst met de eigenaresse. We weten nou waarom de vlaggetjes zijn. En ik had geleerd. Die zijn dus voor Koningsdag. Volgende week zaterdag hebben ze hier, de zaterdag voor Koningsdag, hebben ze altijd een groot feest voor Koningsdag. Ze hebben dus ook nieuwe lampjes, lekker fel. En dus nieuwe boompjes. Ja, lekker zodat fris, het wat meer ruimtelijk zou worden. Fris en fruitig. Hij verhoeft zich niet, nee, hij slaapt verder. Hij slaapt altijd verder. Hij kijkt niet eens eens op. Zal ik jou dit even aangeven? Ja, als je twee tellen hebt, zal ik dat doen. 1, 2, perfect getimed. Ja, anders liet je vallen, ken je. Zeg. Wat zeg je nou allemaal over mij? Hoe moeten die mensen wel niet denken? Ja, maar ken jouw grapjes. Ja, ja. Zo, put on the light. Zal ik dit even lekker schoonmaken? Ja, dan ga ik zo. Ik ruim het even op en dan ga ik daarna douchen. Dat is goed. Zo. Nou, lekker in donker. Ja, even het voetenbankje opruimen hier achterin. Welkom in ons donkere hol. Zal ik even wat licht geven? Kijk.
kijk, kijk. Ja, ik ben kijk. Nu al klaar. Het staat nu al achterin. Ja, het is tijd is om naar bed te gaan. Ja, ik ga het hondje nog even uitlaten. Kijk, dat nieuwe lampje, als je dat helemaal fel draait, is dat heel fel. Maar je kunt hem ook sfeer laten geven. Daar gaat ze weer hoor, met dat lampje. Zo, voor het hondje. Voor het hondje, heel goed. Zeg jongens, bedankt voor het kijken. Oh, nou, ik zit ook in beeld hoor, met mijn dikke kop. Bedankt voor het kijken. Ja, zien jullie ons? Ja. We gaan afsluiten. Ik ga slapen, jij gaat de hond nog even uitlaten. En dan kom ik er ook in. Mooi, bedankt voor het kijken. En dan zien we je bij een volgende vlog. Bij de volgende vlog. Doei! Toedeloe! Trouwens, hij slaapt al hè. Je moet hem weer wakker maken.